Het is vandaag zondag en ik zit samen met moeders in de auto. Vandaag ga ik naar Jordi Wilken toe. Moeders gaat me rijden. Hallo moeders. Ik heb daar vandaag crossles. En we gaan vandaag mee. Blondie gaat mee in het wagentje van Daan. Wij gaan met de auto erachteraan. Het rijmt is als het waar. Dus we gaan nu naar de stal toe. Dat ging even snel en makkelijk. Ja, dat had ik niet verwacht, moet ik zeggen. Nee, je moet even wachten, want het gaat nu op bobbel staan. Je hebt vierkanten en je hebt grote punten, stompe punten. En waar dient dat dan allemaal voor? Zodat hij grip heeft. Kijk, het idealiste is als je weet dat je op stiften moet gaan rijden, dat je de dag van tevoren zijn voeten wast en dan die gaten helemaal leeg haalt. Ja. En dan een beetje wat met een heel klein beetje in de hoeven vet doen. Dan kan je dat in die gaatjes doen en dan kan je nu gewoon die watjes eruit trekken. Ah. En dan hebben we weer een tip vandaan. Stiften draaien, echt. Er is niks ergers. Nou mensen, welkom bij deze nieuwe video. We zijn hier Tessa. Wat ga je doen vandaag? Ga ik vandaag crossen. Dat is de bedoeling. En ik ga proberen daar iets uitleg bij te geven. En dan hoop ik dat het goed komt. Ja, ik ook. Heb je er zin in? Ja hoor. Mooi. Hij ook. Probeer rustig met je been naar de verbinding te stappen daar. Je hoeft niet sterk te zijn, maar wel een lichte verbinding houden. Probeer hem dan zachtjes met je binnenbeen naar je hand te rijden en daar ook echt een beetje de aandacht bij jou te krijgen, zonder dat je te sterk wordt. Ga zo een keer staan in je beugels. Je billen moeten uit het zadel blijven. Ja, ik wil dat je morgen niet meer kan lopen. En wat merk je nu aan je onderbeen en je knie? Hoe heet dat? Het lijkt samen. Ja, het wordt een beetje onrustig, hè? Kom eens even hier, gaan we je beugelsgaatje korter doen. Wat mooi, wat sporingjes. Dank je. Nou, hoppen de pop ingelopen en nu wil ik je billen niet meer in het zadel. Makkelijker, hè? Ja. Juist, en dan rij je eens wat naar voren. Goed, hou je billen uit het zadel. Ja, doorrijden, ja. Hij denkt, dat mag normaal nooit. Billen uit het zadel en iets naar voren. Juist, nog iets naar voren. Heel goed, en dan ga je rustig zitten en dan vang je op. Oeh, keurig. Kijk, en dat zijn dingetjes die kun je natuurlijk thuis heel makkelijk oefenen. En dan kun je, als je straks een keer een crossje rijdt, kun je gewoon gaan zitten voor de hindernis. En dan denkt die pony, oh ja, dan moet ik terug. Dus als je dat thuis al oefent, kun je dat in de praktijk makkelijker toepassen. Even van de hand veranderen. Doe maar rechtsom een galopje. Billen uit het zadel. In de verlichte zit. Dat is M2. Zover was je nog niet, begreep ik. Even rustig naar de draf. Oh, handen laag als je opvangt. Maak jezelf lang. Goed. Verlichte zet. Goed. Niet het zadel aanraken, hè? Juist, goed zo. Oh, zitten. Iets been houden. Zitten en door. Goed. En weer de billen uit het zadel als hij daar ontspannen is. Super. Heel mooi. Goed. Hand laag. Niet boven gaan stoeien, want dan ga je nooit winnen. Goed. Super. Maak jezelf lang. Rustig draven.
Iets stem erbij. Poep. Rustig naar de draf. Goed, oh. Hij heeft er echt zin in. En even stappen en belonen. Stap je rustig naar het achterste hier, achterste gedeelte. Daar beginnen we zo. Met het leuke werk. Recht houden, over de hindernis heen kijken. Super. Goeie galop, dan kom je een keer uit galop. Kijken. Hou been. Heel goed, wel je hand meedoen hè, als je wat groot komt. Nog één keer. Weer mooi uitrijden, neem je tijd. En je hand naar voren. Goed, één keer rechtsom, ja? Hou de rust, hè? En als je bij de sprong bent, je hand zachtjes iets ontspannen. Hou lichtverbinding, kijk over de hindernis heen. Super, goeie galop. Eén keer uit galop en dan even stappen. Keurig. Stappen, belonen. Even goed belonen hoor, want hij werkt goed mee. Oeh. Super. Doe je die boomstam? Draai je rechtsom door, spring je die boomstam langs de brede sloot daar. Rustig uit een galopje, je blijft mooi rechtop zitten, je houdt je hand mooi zacht. Klein beetje onderbeen om te begeleiden. En je kijkt naar voren, hè? Blijf zitten, kijk over de hindernis heen. Hand ontspannen en been, die vergat je. Je liet je nou iets verrassen, hè? Rustig. Gewoon één keer rustig opnieuw doen. Probeer die wending uit te komen. Eén keer een ophouding te maken. Dan je hand mooi ontspannen. En heel iets onderbeen om te begeleiden, ja? Dat je wel vertelt van... Je doet hartstikke goed, maar je moet wel naar de overkant. Kijken. Hand iets ontspannen. Super. Heel iets rust houden. Kijken. Oh, niet te kort draaien. Hand laag, zacht, even omlaag. Doe maar rustig in draf die andere boomstam. Gewoon rustig kijken, draaien. Hand laag, hè, als die wat enthousiast wordt. En nou, mooi been. Ja, daar ben jij net iets te afwachtend, hè? En dan als hij remt, dan geef je pas been. Maar dan loop je eigenlijk net een beetje achter de feiten aan. Dus probeer die wending door te komen. Echt een beetje aan te vallen en te vertellen. Vriend, we gaan naar de overkant. Vriendin, moet ik zeggen. Kijk naar de overkant. Red door. Super. Goed belonen hoor. Rustig remmen. Oh, maak je lang. Oh, gebruik maar iets stem. Twee handen. Goed, halt houden. En belonen als hij stilstaat. Super. Doe je ze allebei achter elkaar een keer, ja? En dan gewoon rustig doorgalopperen. Hou de rust. Je doet het goed hoor. Kijk voor je, adem een keer diep in en uit. Probeer er ook van te genieten, hè? Zou een soort van leuk moeten zijn. Super! Wow. En ontspan. Heel goed. Rustig halt houden. Maak jezelf lang, rustig halt houden. En belonen als hij stilstaat. Super, heel even stappen. Dat was mooi gereden, hè? Tussen die boomstammen door was je mooi in balans. Je had een ontspannen hand, je had controle, maar wel ritme. En die balans is best moeilijk, maar die had je nu echt supergoed. Probeer dat gevoel vast te houden, ja? Heel even belonen, even rondje stappen. Doen we zo hetzelfde linksom. Alleen daarna gaan we door naar dat kleine huisje daar, ja? Heel even rondje stappen. Je kan het huisje even laten zien. Misschien wel fijn. Ja, brave blondie. Grote meid, hè? Het is meer dat ik het spannend vind dan zij. Geef niet. Je doet het hartstikke goed. Je mag een beetje meer vertrouwen hebben in jezelf. Niet opeten, hè? Nou, laat maar zien, want je kan het makkelijk. Je moet er alleen zelf ietsje in geloven. Hou dit ritme. Ontspan je hand. Goed gereden. Super. Hou iets onderbeen, hè? Zonder dat je harder gaat.
Geeft niks. Twee teugels, binnenbeen. Kijk waar je heen gaat. Ontspan je hand. Heel goed. Oeh, zitten. Recht maken. Goed gekozen. Zachtjes kneden. Hou verbinding. Zorg dat hij terug bij jou komt. Dan maak je hem mooi recht. Adem uit. Heel goed. Keurig. Daar weer een keer halt houden. Dat hij gewoon duidelijk terugkomt. Juist. En dan weer belonen. Doe je het hele rondje nog één keer. En nou probeer je het achter elkaar door te doen. Keurig. Kijk waar je heen gaat. Ontspan je hand. Juist. Wat een kanon, hè? Mooi recht maken. Goed. Rustig blijven. En ontspan. Heel goed. Belonen als die stilstaat. Hè? Eerst de hand houden. Oeh. Zelf lang maken in die overgang terug. Dan belonen, even stappen. Nou krijg je iets je vertrouwen, hè? Ja. Dit was stoer gereden ook, want daar twijfelt hij dan. Maar je zit er mooi achter en dan druk je hem keurig door. En dat brengt ook vertrouwen naar de volgende hindernis, hè? Ja. Goed hoor. Heel even stappen. Allebei even een rondje uitademen. We gaan iets supercools doen. Je begint nog een keer op die boomstam. Dan rijden we door naar die mooie buizen daar. En dan wil ik dat hij er in één keer overheen gaat. Dan ga je er achterstevoren op zitten, dat maakt me niet uit. Als je maar in één keer naar de overkant gaat. Oh, is dat alles? Laat maar eens even zien, juffrouw. Hand zacht. Iets been houden in de afzet, hè? Zitten. Waarom rij je nu een volte? Oh, probeer dat te voelen en niet te denken. Heel goed, mooi gereden. Allebei nog één keer. Mooi aan je been gereden ook. Super. Rij door. Ja, dan moet je er nog iets in geloven, hè? Dan ben je bijna echt eventingruiter als je dat kan volgen. Heel even stappen belonen. Goed hoor. We beginnen op die buizen die we net gedaan hebben. Dan moet je heel goed sturen, want dan rij je langzaam door naar deze. Dan maak je een klein gebroken lijntje naar die mooie koeienton. Recht. Wow, rustig zitten. Het is nog geen 1,60 meter, hè? Dus wel aan het been houden, maar ietsje gecontroleerder. Zitten. Braaf, goed gereden. Je zat keurig terug, je had mooie benen aan. Daar was iets het andere uiterste. Ja. Wel je benen houden, maar niet plat erop, ja? Nog één keer weer, alle drie. En nou heel ietsje netter. Mooi, blijf rustig in je bovenlichaam. Heel goed. Hand zacht. Nou ben jij aan het stoeien. Eigenlijk doet je pony alles goed, niet alleen de koe. Je gaat het hele lijntje doen, want alleen die hindernis is niet zo spannend. Maar nou ben jij onnodig aan het sturen. Je had hem eigenlijk heel mooi in de lijn. Super. Wachten. Kijken. Hand ontspannen. Ontspan je hand. Kijk, dat is super. Belonen. Dat was echt heel goed, hè? En dan loopt het lijntje ook. Je moet het niet moeilijker maken dan dat het is, hè? Want met al dat gestuur maak je het voor jezelf eigenlijk lastiger dan dat het lijntje is. Goed belonen, gaan we deze kant op richting de op- en afsprong. Ik dacht dat ik het moeilijk voor jou moest maken, maar dat doe je zelf. Als je in de bult op gaat, iets met je bovenlichaam naar voren. Als je naar beneden gaat, mooi het bovenlichaam iets terug, lengte in de hals doorrijden. Dat is heel spannend daar. Ja, dat is veel leuker ook. Kom. Goed zo. Mooi bovenlichaam iets terug. Goed. Belonen. Doe maar even een paar keer dat hij gewoon mooi ontspannen eroverheen stapt.
Dus je komt rechtsom in een drafje en dan rij je hier die twee opsprongetjes omhoog. Ja. Dan ga je linksaf, stap je rustig de bult naar beneden, ja? Mooi recht houden, kijk naar voren. Gewoon rustig vanuit een drafje en mooi op het midden houden, dat is belangrijk. Kijk naar boven, iets been. Goed. Eén keer belonen, rij je één keer opnieuw aan. Iets brutaler, zelf naar boven kijken en naar boven rijden, hè? Je komt nu weer heel iets voorzichtig. Kijk waar je heen gaat. Zitten. Goed, belonen hoor, super. Je ziet dat ze dan nog heel erg zoekend is, maar ze wil het wel echt heel graag goed doen. Ja. Gewoon rustig nog een keer halen, dat ze een beetje vertrouwen daarin krijgt. Rij door. Super. Goed hoor, belonen. Als je zo de bult af bent, draai je om, ga je in een drafje naar boven en dan kom je die twee afsprongetjes naar beneden. Goed opletten dat je na de eerste afsprong wel mooi terug blijft zitten. Want als hij rent voor de tweede, dan ben jij beneden en je pony boven. Dat is ook zo lullig. Goed, kijk waar je heen gaat. Terugzitten, achterover, lengte in de hals. Je teugels zijn te kort, want hij trekt je uit het zadel. Voel je dat? Probeer zo nog een keer. Durf het pony iets meer, de pony iets meer lengte in de hals te geven. Dat hij mooi die hals kan gebruiken om naar beneden te zakken. Dan springt hij ook niet zo naar voren. Goed. Kijken. Achterover. Hand zacht. Teugels langer. Je houdt hem nog te veel vast. Het lijkt nou bijna alsof jij denkt dat je hem naar beneden kan tillen. Durf je teugels iets te laten vieren, ja? Laat ze ietsje losser. Laat ze een beetje door je hand wegglijden. Super. Kijk, dan springt hij ook niet zo ver, hè? En als je dan in de toekomst dit moet doen in je wedstrijd en er komt een hindernis achterna, krijg je veel meer de tijd om naar die volgende hindernis te gaan. Daarom is het belangrijk dat je die lengte creëert, dat die mooi kan zakken. Goed belonen, goed gedaan. Rij door. Daar ben je iets voorzichtig, hè? Kijken, been, goed, kijk waar je heen wil. Ja, laat maar rustig draven, dat is goed, wel aan je been. Lengte en je been is weg. Jij was zelf al voorzichtig, hè? Want je gaat daar draven, wat goed is, maar dan laat je hem eigenlijk leeglopen. Het is net een ballonnetje waar gewoon het lucht uitgezogen wordt. Geef niks, stap je rustig hier naar beneden. Kom je gewoon weer een keer die opsprongetjes naar boven, daar naar beneden. Je doet het hartstikke goed. Maar adem bovenaan even een keer heel diep in en uit. Goed. Oh, been houden. Ja, ga maar een liedje zingen of zo. Ga maar lachen, dat maakt me niet uit. Lengte en been. Rij door. Zitten. Waarom ga je hier heel anders rijden als daar, die twee opsprongetjes? Het gevoel is dat hij hoog is. Ja, maar dat is maar heel ietsje. En dat spring je altijd naar beneden. Dat twee naar beneden is eigenlijk veel moeilijker. Ja. Gewoon zitten, lengte houden en been geven, ja? Je doet het hartstikke goed, maar hou de rust. Doe even één keer echt heel diep in- en uitademen boven de bult. En dan denk je gewoon weer iets naar voren, ja? Ja. Nog één keer. Kijk waar je heen gaat. Kom. Super. Kom door, daar moet hij al meer. Kom. Kijk waar je heen gaat. Hou lengte. Rij door. Super. Belonen. En jezelf ook belonen. Zie je dat het eigenlijk heel simpel is als het gaat? Nou, vooruit dan. Als beloning mag je nog een keer doen. Aan je been. Super. Goed, kijk naar voren. Door, daar actief houden, hè. Mooi lengte in de hals, terugzitten, rij door. Super! En rustig remmen. Als je het dan gedaan hebt, valt het wel mee, hè? Super gedaan, we gaan richting de andere wei aan de overkant. Nou, we gaan eens kijken hoe goed jij kan sturen. We beginnen zo linksom op deze mooie tulpenbak.
En dan moet je gelijk goed kijken en sturen en dan gaan we naar dat heggetje toe. En als je dus niet kijkt en niet een vloeiende wending krijgt hier, dan vlieg je automatisch de bocht uit en dan kom je er nooit meer. Ja. Leuk hè? Je kan het makkelijk, maar je moet gewoon consequent zijn. Hoe kwam dat? Meer been houden. Nog een keer. Recht houden. Rij door. Goed zo. Geef niks. Geef niks. Goed gedaan. Goed gecorrigeerd. Kijk naar die tweede. Super. Hand zacht. Keurig gereden. Rij door. Super. Staan in je beugels. Kom, kom. Rem maar door. Kijk, super, crossafstand. Heel goed. Dat was echt mooi vloeiend. Hij is tussen je hand en je been. Goed, naar rechts sturen, naar rechts sturen, naar rechts sturen. Ja, stuur maar door naar rechts. Klaar. Ga door. Kom, je bent er bijna. Ja, bijna. Goed zo, ga door. Super, niet eruit, niet eruit. Goed, zijn. Denk vooral aan het vooruitkijken en dat je mooi met je benen en je hand één kant op blijft rijden. Dat je mooi recht kan houden en durf hem te overtuigen, hè? Want je doet het hartstikke goed. Je kan daarin veel meer dan dat je denkt. Je rijdt netjes, je zit mooi in balans. Probeer hem dan ook, zoals je hem af en toe zo mooi doordrukt, probeer dat altijd te doen. Want dan kun je samen nog meer vertrouwen opbouwen daar. En je hebt veel bereikt, mag je trots op zijn. Goed je best gedaan. Graag gedaan, lekker belonen. Nou Tess, ik heb vanaf een afstandje bekeken. Ik was met Robin nog mijn Sarah aan het afzadelen. Ik vond dat je het hartstikke goed gedaan hebt. Ik denk ook dat je jezelf en Blondie weer een aantal angsten hebt overwonnen, denk zeker, je ja. Hoe vond je het zelf? Ik vond het zelf wel heel erg spannend, maar ook wel heel erg leuk. En ook weer een keer iets anders en iets nieuws, omdat ook weer een ander trein is. In het begin vond ik het heel leuk, daarna vond ik het een beetje spannend en daarna ging het weer goed. En we zijn zelfs nog in de sloot geweest, in stap, draf en galop, dus daar ben ik ook wel heel erg blij mee. Blondie deed goed, de sloot. Ja, heel erg. Ik moet meer meezitten en ook met mijn handen en ik moet meer omhoog kijken. Oké, voor je uit. Ja, voor mij. Dus kijken wat je aan het doen bent, kijken waar je naartoe gaat. Ja. Ja, precies. Nou, top. Wij gaan nu weer terug naar stal toe en dan zie ik jullie zaterdag weer bij een nieuwe weekvlog. Doei!